Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vandaag 3 personen met een beperking te werk gesteld bij het Bureau voor Burgerzaken, BVB Latour. Minister Brontë Sommaharju zegt dat deze actie gezien moet worden als een ondersteuning naar deze groep toe. Hij geeft aan dat regering Santokki Brunswijk vindt dat mensen met een speciale hulpvraag geen gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Terwijl we weten dat ze willen werken, terwijl we weten dat ze genoeg kennis en kunde bezitten. Zeer zeker meer kennis en kunde dan mij. Dus wij moeten de mensen de kans geven. Dat gaan wij ook doen. Ik hoop dat wij hiermee niet alleen andere ministeries motiveren, maar vooral ook andere maatschappelijke organisaties en andere particuliere bedrijven. Want het is belangrijk dat wij deze mensen kans geven. Wij als land hebben ook in 2017 een verdrag geratificeerd voor de rechten voor de mensen met beperking. Dus wij voegen met deze actie de daad bij het woord. En ik hoop dat we nog vele mensen te werk kunnen stellen, mensen met een speciale hulpvraag. Want wat Hooft ook zei, het is belangrijk dat we de mensen uit hun isolement halen. Ik heb geleerd, als je werkt, als je opstaat, 's ochtends vroeg en je hebt reden om op te staan, dat je gelukkiger bent. En wij hopen dat we met deze tewerkstelling de mensen nog meer reden hebben gegeven om vooruit te komen. En wij zijn ervan overtuigd dat het een aanwinst zal zijn voor het bureau. BVB Latour biedt diensten aan 63.000 burgers. Annie Paulus, hoofd van het bureau, zegt dat de 45 personeelsleden steeds proberen om de dienstverlening te verbeteren. Het gebouw is klein geworden ten opzichte van de groei van de lokale bevolking, maar ook de dagelijkse opvang van de cliënten en personeel. Al en al heeft het gebouw een facelift nodig. We denken ook aan faciliteiten en materiaal om vlot en efficiënter het werk te doen. Maar uw komst betekent veel. Onze dromen zullen werkelijkheid worden. Wij zullen u ook alle ondersteuning geven. Wij staan open voor verbetering en protectie. Het is ook een unicum dat Bureau Latour de eerste mag zijn om mensen met een speciale hulpvraag te accommoderen in de dienst. Dat was Annie Paulus, hoofd BVB Latour. Ze benadrukt dat ook mensen met een beperking de kwaliteiten bezitten om dienstbaar te zijn aan land en volk.